NPS-voorzitter Gregory Rusland heeft zijn partijgenoten een hart onder de riem gestoken en betere tijden beloofd. De Groene Partij heeft gisteren kransen gelegd bij het standbeeld van Henk Aron aan de Kleine Combiweg. Het eerbetoon was in het kader van 45 jaar revidentie, omdat Aron een van de politieke leiders was die ondanks veel kritiek vasthield aan de onafhankelijkheidsgedachte. Rusland stond stil bij de vele tegenslagen die het land heeft gekend vanaf 1975. Partijgenoten, dames en heren. We hebben bijzondere uitdagingen. En ik kan u zeggen dat ik op me besef als NPS'ers dat wij ons niet altijd comfortabel voelen, niet altijd onder de tevreden, maar op positie voor die partij op een moment die zie. Maar ook dat is waarschijnlijk een situatie welke die grote man daarboven heeft gecreëerd. Hij alleen weet waarom de situatie is zoals het is. Het is waarschijnlijk niet het moment nog voor de NPS om die positie van voorheen, onder de leiders als Pennel en Henk Aron, om die positie in te nemen. NPS-voorzitter Rusland is van overtuigd dat de partij betere tijden zal kennen. Hij riep zijn partijgenoten op om de handen in één te slaan en samen te werken naar deze tijden. Want ik kan u zeggen, we hebben verkiezingen gehad. Er zijn mensen die op een bepaalde manier hun stem hebben uitgebracht. En die daarna deze smaak bij die dacht, ja, maar we hadden hem niet zo bedoeld. Eigenlijk moest de NPS toch wel prominenter naar voren gekomen zijn. Maar u heeft uw stem uitgebracht. Wij doen als NPS wat wij kunnen doen met die zetels. Zetels stellen wanneer je praat over een regering. En wanneer je die zetels niet hebt, dan ga je een toontje lager moeten zingen. De opdracht aan ons allen is dat TID ontevreden naar een positie voor NPS. TID vindt dat, ja maar, men had ons beter kunnen bedelen en dergelijke. Het gaat niet zomaar komen, u moet die zetels halen. Dus aan ons de opdracht om de handen in elkaar te slaan en ervoor te zorgen dat alle waarachtige NPS'ers hun bijdrage leveren. NPS-voorzitter Gregory Rusland. De Groene Partij heeft gisteren kransen gelegd bij het standbeeld van Henk Aron.